Kijk jongens, Ruben is gekomen om de auto te maken. Hoor even hoe lekker het klinkt. Ik heb niet zulke blauwe ogen. Echt zoveel minder verrot dan normaal naar World Fashion Center. En ik heb echt een heerlijk klasje. Blouse die ik het allerleukst vind omdat die perfect is voor mijn lichaam. Ik kom met de hele kast. Heel veel mensen denken dus dat ik mijn foto's heel erg bewerk. Oh, het is gelukt. Ik heb bijvoorbeeld alle liedjes van Kinderen voor Kinderen in elkaar gehoopt. Dan kan ik dan dit allemaal ook nog onthouden. Het enige jammer is dat heel veel mensen dan veel vlees eten. Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik ben op mijn werk, dus ik ben een beetje laat. Ik heb een nieuwe jas aan. Vind het lekker. Het regende. Ik heb donderdag en vrijdag niet gewerkt, dus ik ga even snel alles voorbereiden. Goedemorgen jongens, ik moet vanmiddag door naar een soort van scholing voor binnen de scholengemeenschap waar deze school bij zit in Diemen. Voor nieuwe leerkrachten voornamelijk. Ik had vorig jaar ook zoiets. Dat duurde toen echt op 10 uur, dit duurt volgens mij wel korter, maar het begint om 4 uur in Diemen. Dus ik ging met de auto naar school, want ik woon niet ver van mijn werk, maar toch, dan kan ik in één keer door. Ik keek al naar de ramen, ik dacht al, oh nee, het is koud. En ja hoor, de auto startte niet. En gelukkig had ik al mijn fietssleutel bij me, dus hoefde ik niet weer terug naar boven. Dus moest ik alsnog op de fiets, dus nu moet ik echt om 2:15 hier weg en zo. Maar de auto start niet, dus of hij moet straks opwarmen, maar ik heb hem natuurlijk nu al 3 keer gestart, waardoor die... Ik praat even hier verder. In ieder geval, ik hoop dat het niet verzopen is, ik ben niet te lang doorgegaan. Kijk jongens, Ruben is gekomen om de auto te maken. Ja, oké. Doei. Jongens, ik ging er eigenlijk gewoon helemaal vanuit dat mijn auto wel zou starten. Dus ik ga leuk weg om, wel op tijd op zich. Ik startte mijn auto niet. En toen kwam er liep er een man langs en die keek gewoon. Zo, je hebt startkabels. En ik zeg, ja, duw ik dan ook. En zo, maar die wilde duidelijk niet helpen. En toen kwamen mijn 2 mannelijke collega's toevallig naar buiten. Mega toevallig. En toen gingen we duwen en toen lukte het niet. Toen zag ik Tom, de broer van Lisa. Lisa is de vriendin van Ruben, zeg maar. En met z'n 3 lukte het wel. Nu durf ik mijn auto niet meer uitzetten, dus ik had wat sushi gehaald. Niet veel, voor 13 euro. Dit. Om eventjes te eten nu. Maar ik kan mijn auto dus niet uitzetten. Want ik ben bang dat het niet meer aangaat. Dus ik ben net ook naar binnen gerend terwijl de auto nog aan stond. Dus iemand kon er gewoon mee wegrijden. En nu ga ik even snel deze sushi eten. En ik heb dus nog gelukkig tijd. Die is zo dichtbij. En ik heb hier zoveel zin in, maar het is echt super slecht voor het milieu. Hoor even hoe lekker dit klinkt. Oh, beetje zacht. Jongens, ik ben hier. Ik ben naar echt een enorme school. Ik zie zo dit in de wc liggen. Ik denk, ja, wat is dit? Het ziet er zo verdacht uit. Met Eline erop. Zit er een tante in? Ik dacht, ik ben echt een soort van opsporing, politie. Ik heb iets gevonden. Oepsie. Laat het wel liggen of zo. Hoi allemaal, ik heb jullie even niet gesproken. Er was een heel drama met mijn geheugenkaart. En daardoor kon ik hem niet gebruiken, want daardoor heb ik nog een paar bestanden kunnen terugkrijgen die mijn computer automatisch verwijderd heeft. Dus daarom heb ik niet kunnen filmen. Maar gisteren kreeg ik 2 nieuwe kledingstukken binnen, waaronder dit blouseje. En vandaag is het donderdag, het is mijn vrijdag, dus die ga ik nu shooten. En nog een ander blouseje en nog de I'll Be Ready in 5 in het gele model. Die ga ik nu op de foto zetten. Volgende week moet ik donderdag werken. Ben ik geen dag vrij. Dus ik ga nu. Ik heb het weer geïnstalleerd. Ruben is er niet. Dus ik ben lekker alleen thuis. En ik ga nu dit op de foto zetten. Super goedkoop. Nou, goedkoop. Het is niet een duur blouse. Hij is 27 euro. Hij is echt heel erg leuk. En hij is oversized. Ik draag hem in een 40. Hij is zo chill. Kijk, lekker een beetje op je bil. Lekker losjes bij de rug. Echt heerlijk. Super leuk. Oké, nu mogen de katten weer naar binnen. Het is warm. Kom maar. Ja. Oké, dan moet ik het doek weer eromheen doen. Ik weet niet of ik nieuwe dingen ga kopen bij het World Fashion Center. Maar voor het geval dat, laat ik nog even het doek staan. Oeh. Oh. Ik had hem even wat hoger gekregen, maar daardoor staat hij niet zo stabiel. Oh, zagen jullie dat? Oké, jongens. Elke donderdag is hetzelfde. Leuk hè? Kijk hoe leuk. Hij is ook zo perfect voor als het zoals vandaag nog wel mooi weer is. Eigenlijk draag ik hem best wel groot. Het is een XL. Ik zou hem misschien ook een maat kleiner kunnen hebben. Maar jullie kennen mij. Ik vind het heerlijk. Hier voel je je zo chill in. Hij is heel leuk met de pant. Hij is heel leuk met blote benen. Ik ben echt blij. Echt jammer. Ik heb net de foto's bekeken. Maar het licht was niet goed. Dus de omheen is het helemaal blauw. Echt super stom. Maar gelukkig is de foto van de blouses wel. Ja, het is ook een beetje blauwer. Heb ik misschien iets... Ik heb niet zulke blauwe ogen. Ik heb iets ingesteld, denk ik. Toch? Nee. Hè? Nou, in ieder geval.
Love it. Ik hoop voor jullie dat hij er nog is. Meestal, je moet echt Instagram in de gaten houden, want vlogs komen gewoon pas 2 weken later. Jeetje. Dit licht vind ik erg mooi. En tegenwoordig vind ik dit zo leuk staan. Kom voor mij, want het scheelt echt een enorm gedoe. Oké, dag. Ik ben trouwens wel iets minder zachtie dan normaal. Wow. Vorige keer had ik dus ook file. Dit is echt niet normaal, joh. Wow. Het staat helemaal vast. Zo, ik sta dus echt nooit in de file eigenlijk. Alleen hier. Ik rijd nooit op tijd. Ja, ik rijd wel eens op tijdstippen, maar dat... Ik ken wel file, maar dit is echt next level file. Ik voel me trouwens wel een beetje moe, maar echt zoveel minder verrot dan normaal naar World Fashion Center. Ik ontdek steeds meer waar ik naartoe wil. Die koffer is echt ideaal. Gewoon mensen die je wel gewoon leuke energie geven, weet je wel. Je ontdekt, ik ben zeg maar best wel gevoelig gewoon voor mensen stemming. Dus als mensen heel onaardig zijn, vind ik dat niet fijn. Ja. Dus al veel minder vervelend. Dus ik heb gehoord dat heel veel winkels gewoon zondags open zijn. Wel vroeg en dan tot 1 uur of zo. Maar... En dat ze ook vaker, dat ze willen gaan veranderen. Dat ze vaker in het weekend open zijn. Dus allemaal super fijn. Volgende week kan ik bijvoorbeeld niet op donderdag, maar ik moet werken. En dan kan ik misschien op zondag. Dus ja. En nog steeds die ene winkel waar ze gewoon echt super aardig zijn. Waar ik zeg van, nou ik zou het knoopje wat lager laten zetten. Zo, oké, gaan we dat doen. Echt super leuk. Ze vertrouwen echt op mijn expertise of zo. Er komen ook best wel veel van die marktmannen volgens mij, van die oudere mannen. Dus ik denk dat ze het wel leuk vinden om een advies te vragen aan een wat jonger, hipper iemand of zo. Super leuk. Dus gisteren was een meisje uit mijn klas jarig en ik was er niet. Toen heeft ze dit voor me meegenomen. Maar ik vind zeg maar dit soort koekjes niet altijd even lekker. Soms zijn ze zo droog, maar deze zijn echt amazing. En het is echt heel erg slecht, maar ik heb die al gegeten. Dit is echt bizar. Gewoon helemaal vol met noten. Het is net zo'n Frans notentaartje. Zo lekker. En hier zit een amandel in. Die is ook echt mega lekker. En dit lijkt me echt de lekkerste. En oh, ik zei mag ik het ook delen met mijn collega's. Maar stiekem wil ik het allemaal zelf opeten. Hoe lief. Zo lekker. Kijk. Oh. En gisteren kon ik echt niet slapen, want ik was zo energiek en helemaal niet moe. Dus ik heb echt maar 5 uur geslapen, maar ik voel me wel prima. En ik heb echt een heerlijk klasje. Heerlijke dagen, heerlijke week. Dus we zijn nu naar gym, dus ik ga even wat dingetjes doen. Hallo jongens, goedemiddag. Het is nu zaterdag, het is net middag. Ik heb me net opgemaakt. Ik ga zo eventjes... Hij is zo vaak wazig. Mijn haar stylen en ik heb een nieuw iets binnen. Dat is namelijk deze rol. Want, nou ja, als je het misschien wel weet, dat doek was echt niet te doen. Zo lelijk met die vouwen. Zonde van het geld, maar ik heb nu een papieren rol, dus ik denk dat het veel beter wordt. Dan moet ik even deze twee gaan... shooten. En ik moet, we gaan straks uit eten vanavond. Met Ruben, zijn vader, zijn zusje en haar nieuwe vriend. Dus daarvoor moest ik me toch opmaken. Dus heb ik even iets meer make-up. Zodat ik ook daarvoor even kan gaan shooten. Oh my god, jongens. Ik had de blusje nog niet gepast. Maar ik zag dat ik hem zou passen. Hij zit alleen in S, M en L. En het is niet echt een oversized model. Maar hij valt dus wel groter uit. En ik heb dus normaal XL, XXL. Dus hij valt... 1 à 2 maat groot. Hij zit bij mij precies goed. Ik zou hem niet strakker moeten hebben. Maar dit is denk ik tot nu toe echt de blouse die ik het allerleukst vind. Omdat die perfect is voor mijn lichaam. Ik wil het even laten zien. Voor mij is het perfect. Want kijk. Precies tot onder mijn buik. En hier. Ik train namelijk mijn billen niet. Over mijn billen. Dus voor mij is de ideale blouse. Lang. Want kijk. Oh, zo lijkt mijn bil wel mooi. Maar dat is hij niet echt. Over mijn billen heen. Want dan hoef ik nooit bang te zijn dat... Mijn billen er niet goed uitzien. Oh, zo leuk. En hier precies zo. Niet zo, want dan zie je een blubber. Niet zo, dat vind ik lelijk. Dus dit is de meest perfecte blouse ever. Dus deze moet ik sowieso zelf houden. Oh. Je kunt hem dus ook helemaal zo dragen. En ik vind de soort print fantastisch. Bij de mouwen is hij niet te lang, niet te kort. Ik ben zo blij ermee. Maar volgens mij waren dit dus de laatste. Daarom had ik ook 2 setjes gekocht. Dus S, M, L van allebei 2. Maar nu... Ik denk dat ik morgen terug ga naar WFC. Want ik moet hier meer van hebben. Ik denk dat dit echt een succes wordt. Deze blouses zijn amazing. En hij valt ook niet... Hij sluit ook mooi aan met mijn lichaam. De meeste blouses zijn toch wel wijd. Kijk. Oh. En deze jongens. Kijk hoe mooi. Gaaf hè? Dit zo. Superleuk. En hij heeft een soort V. Maar een hele mooie soort bijna rondachtige V. En hij valt wel netjes hier. Dus hij is helemaal niet te sexy of zo. Dat hij helemaal zo valt. Je kunt hem natuurlijk wel een beetje zo dragen. Oh, dat is ook leuk. Maar hij valt in principe gewoon goed. En het is echt een jurk. Heel erg leuk. Deze liefers ligt gewoon de hele tijd bij me. Kijk nou die ligt. Valt gewoon bijna eraf. Zo lief. Kijk nou. Oh, ik hou zo intens veel van deze.
Ik ben aan het wachten, want kijk, er valt nu de schaduw. En als ik die open doe, komt er zon en dan wordt het dus blauw. Had ik laatst ook. Maar ik ben echt al een half uur aan het wachten nu. Dus ik heb even de blouse op de site gezet. Echt heel mooi, de foto's zijn echt heel leuk. Hij is trouwens €35. Ik moest even berekenen wat de prijs was. Hij is echt heel erg leuk. Even kijken. Ja, ik wil nu shooten, maar ik wil deze ook echt buiten shooten. Want hij is zo leuk voor de herfst, maar Ruben is er niet. Serieus, meer dan 2 uur later en het licht is nog steeds niet goed. Irritant! Zijn weer best in de boek. Dit is mijn sushi toren. Wanneer je bij mijn schoonvader bent en hij vraagt welke thee je wil, maar je weet het antwoord niet. Ruben zegt, geef het kistje maar. En hij komt met de hele kast naar de tafel gaan lopen. Wil je drinken? Nee, dankjewel. Drinken? Nee, ik ben heel erg ingezoomd. Het is Charlotte, ik ben de oude wijze uil. Eww. Ruup, welk theetje ga je kiezen? Ruupje. Maak deze vlog eens even spannend. Ja. Citroen, 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 citroen. Allemaal citroen, half kistje vol. Het zou echt zomaar kunnen dat in elke doos citroen zit. Kunnen jullie niet zo stil zijn? Want als het iemand stil is, word ik heel druk. Hallo jongens, het is zondag. Kijk eens wat ik aan heb. Rara, wat ben ik aan het doen? Ik heb dit altijd aan als ik naar het World Trade Center ga. Ik ga nu dus voor het eerst op zondag. Het is 12 uur. Dus dat is wel lekker op tijd voor mij doen. En ja, ik ga even kijken of ik wat dingen kan aanvullen. De sportschool gaat ook om 3 uur al dicht. En het is mooi weer, maar ik kijk wel even. Koffertje mee, dat is super handig. Oké. Hij is dicht. En nu? Nou, de I'll Be Ready in 5 komt ook niet meer. Toen ik er donderdag was, hingen er echt nog iets van 20 XL'tjes en XXL'tjes. Ik dacht, nou die zijn er nog wel. Tigerhead kunnen aanvullen. Ik heb 2 nieuwe, van die nieuwe panterbloesjes heb ik er gelukkig 2 in de maat L mogen kopen. Super chill, ook weer hele aardige mensen. Eerst moest je het in pakket, maar nu zei ik, mag ik het aanvullen? Zei hij, ja, mag het wel aanvullen. Super chill. En nieuwe truien, waarvan de inkoop echt een leuk prijsje was. Dus die worden voor €25 verkocht, geloof ik. One size, in roze, beige en grijs. Echt mooi, een beetje pastelachtig bij elkaar, dus heel leuk. En nu ga ik naar huis, denk ik, of sporten. Oké, jongens, kijk hoe leuk de trui is. Hij is dus one size, maar ik vind hem zo echt heel leuk als je hem een beetje opvolgt. Maar hij kan dus ook lang worden gedragen. En dat vind ik altijd belangrijk. Dat hij niet alleen in je broek leuk staat. Kijk. Echt tof. En ik heb dus een heel lang one size normaliter. Maar ik vind nu dus steeds de one size dingen die ook gewoon groot maar passen. Dus kijk hoe leuk. Hij zit ook echt heel lekker. Ik ben echt mega blij mee. Ik weet niet welke kleur ik nou het leukste vind. Ik dacht eerst beige. Maar roze is toch wel echt geweldig. Ik dacht misschien is het leuk als ik even laat zien wat ik doe zeg maar aan de foto's voordat ik ze op de website zet. Want heel veel mensen denken dus dat ik mijn foto's heel erg bewerk. En ik snap best dat mensen dat denken. Want ik zie er op de foto's vaak veel dunner uit dan in het echt. I don't know why. Ik heb even make-up eraf gehad hoor. Het is een beetje rood. Maar dat komt omdat... Weet ik niet. Geen idee. Even kijken. Hier zie je dan alle foto's. En ik heb nu alle foto's al gekozen die ik wil. Maar ik ga het even voordoen met een... Oké, deze foto kies ik bijvoorbeeld niet. Ik ga het even voordoen met deze. Wat ik nou doe. Kijk. Dit is de foto. Je ziet dat het al... Oh, het is niet scherp. Je ziet dat het doek echt best wel perfect wit is al hier. Eigenlijk. Oh, dan ga ik even een ander kiezen. Want daarna werd het licht slechter. Zoals je kan zien, dit waren de eerste foto's. Nee. Dit waren de eerste foto's. Het grijs, daar was het iets beter. Nou, dan komen we bij roze. Nou, deze heb ik niet gekozen. Ik had genoeg foto's. Het had gekund, maar ik kijk wel heel... Arrogant. Oké, hier is wit ook nog best wel oké. Nou, je ziet hier was het niet goed uitgelijnd. Oké, bewerken. Bijsnijden. Snij ik hem zo bij. Gereed. Dan doe ik, nu heb ik ontdekt helderheid. Dan wordt de foto dus veel scherper. Moet je maar even naar mijn gezicht kijken. Als ik zo zie, wat zal ik het weg doen, zie je? Wordt wel meer geblurred, maar dit was ik het helemaal tot de max doen. Nou, hij staat op 0 en ik schrijf hem ongeveer op 20. Mijn gezicht iets scherper. Dan doe ik hoge dichten. Omdat het witter moet worden. Maar hier is het dus al best wel wit. Maar kijk, daar kan je dus
Maar het moet niet te, want dan wordt je gezicht dus overbelicht. En dan wordt je huid wel mooier of zo, maar dat wil ik niet. En de trui moet natuurlijk ook niet te licht worden, want het verandert de kleur. Kijk, hier moet je dus een beetje mee spelen. Ik zet hem zo. En dan doe ik vaak nog de schaduw een beetje naar links. En dan is mijn foto klaar. Hij is op de camera iets overbelichter. Inzoomen. Kijk. Dan is hij goed. En eerst was het dus nog lastiger, want dan was het doek niet zo mooi wit. Maar nu is het best wel goed. Soms, ondanks het doek, is het licht alsnog niet goed. Dat is echt het enige wat ik eraan doe, eigenlijk aan de foto's. En dan, als ik hem wil houden, doe ik kopie opslaan. Deze wilde ik dus niet, maar waarom doe ik dat? Zal ik jullie laten zien. Zodat ik dan, ga ik naar mijn foto's van vandaag en dan zoek ik op haakje 2. En dan komen alle foto's die ik dus als kopie opslaan meteen hier te staan. Dus hoef ik ze niet meer uit te zoeken. Dus nu doe ik gewoon, heb ik 2 handen voor nodig. Zo. Dit zijn alle foto's die ik wil gebruiken. En dan sleep ik die naar de map van Komoa. Die map verwijder ik dan later als ik ook de vlogbeelden gebruikt heb. En dan ga ik naar Komoa. Dan zie ik hier de foto's die ik nodig heb. Dus zo doe ik dat. En zoals je ziet heb ik echt wel genoeg. En het is nu 6:30. Ik ga de trui denk ik wel meteen op straat zetten. Ik moet mijn weekvlog editen en ik wil ook nog even relaxen. En Ruben is weer werken. Dat is echt heerlijk, want dan kan ik altijd helemaal mijn eigen dingen doen op zondag. En ik ben wel heel erg moe. En een beetje koortsig. Ik heb niet zo veel geslapen dit weekend. Dat is een beetje jammer. Ciao. Jongens, kijk mijn avondmaaltijd. Oh, het is echt vies uit. Mijn avondmaaltijd. Het Love Island Australia. Het is een pak langgerookte zalm van 100 gram. Ik heb verdeeld over 3 dikke rijstwafels. En ik heb er dus peper en sesamzaad op gedaan. Maar het ziet er echt niet lekker uit. Hoe lekker is dit? Het is gewoon sushi. Rijst, zalm, sesam. Oké, is er iemand die dit er lekker uit ziet zien? Dat is lekker. Jongens, ik dacht ik ga die banaan ei pannenkoekjes maken. Koolhydratenarm. Ik dacht ik doe het nu, want dan kan ik het misschien morgen als eten. Ik ben goed bezig, jongens. Je moest zeg maar 2 bananen en... Nee, 1 banaan en 2 eieren doen. Maar deze bananen zijn niet heel groot, toch? Of wel? Dus ik heb 3 bananen, rijpe, en 4 eieren gedaan. Ik hoop dat het goed is. Kokosolie had ik toevallig dus best wel kort geleden nog gekocht. Echt vloeibaar is. Best wel veel chiller dan dit. En heel klein schepje gedaan. Ik moest de banaan prakken, dus niet blenden. Als het goed is. Maar ik ben echt bang dat het niet zo hard gaat. Maar goed... Ik heb wel vaker banaanpannenkoekjes proberen te maken, maar dan met meel erbij. En dat mislukte echt altijd. Kijk, het is nu nog helemaal zacht. Volgens mij moet je het best wel even laten gaan. Nou, ik ben benieuwd. Oh, het is gelukt. Ga je ook dat als je het omdraait een sprongetje maken? Ik wel. Wat ik dus ging doen, ik ging even zo schudden. Toen ging je kokend hete olie over de bovenste laag heen. Het is wel best wel vet, vind ik. En dan moet dus echt genoeg olie in, anders gaat het gewoon mislukken. Maar ja, dat zijn dan waarschijnlijk goede vetten. Als je koolhydraatarm eet, is het dan niet erg. Maar kijk... Hier doe je dan een beetje kaneel op. Geen suiker. Wist je dat het alleen met dit kon? Ik dacht dat er nog wel sojamelk of amandelmeel bij moest of zo. Maar ik ben dus altijd dat ik denk, wat zij zeiden is te weinig. Want ik wil er 2 dagen mee doen. Maar als ik dat zie, kan je hier echt heel veel pannenkoeken van maken. Eigenlijk vind ik het qua beslag nog makkelijker dan pannenkoeken. Want het is een soort van... Kijk, ook als je het opdoet of zo, het zou niet kapot gaan. Want natuurlijk bananen en ei zijn allebei een beetje zo slimy-achtig. Snap je wat ik bedoel? Een beetje zo elastiek, ik weet niet. Niet dat het breekt, zeg maar. Dus dat is eigenlijk wel goed. Het is veel luchtiger dan normale pannenkoeken. Ik vind het lekker. Ik ben benieuwd hoe erg het vult. Het zal wel vullen, eieren maar aan. Nu ga ik denk ik nog een appeltje snijden en kaneel erop doen. Dan ga ik dat denk ik als ontbijt eten. En dan dit als lunch. Als lunch die pannenkoeken en als tussendoortje een appel of zo. Maar die pannenkoeken zijn normaal echt een ontbijt, maar... Oké, okay, hierin mogen jullie met opschrijven. Weet wel dat ik echt al 10 miljoen dingen heb geprobeerd. Maar ik vergeet gewoon vaak wat ik al geprobeerd heb. Omdat ik zoveel heb geprobeerd en mijn geheugen niet. Het allerbeste is op dit soort dingen. Ik heb zoveel dingen die ik... Ik ken bijvoorbeeld alle liedjes van kinderen nog uit mijn hoofd. Dan kan ik dan dit allemaal ook nog onthouden. Kijk, ik heb hier 5 in zitten. En dan wat kleinere. En hier heb ik dan er nog 4. En dat zijn wat grotere voor de dag erna. Maar ik zit ineens te denken dat volgens mij mijn kinderen mij nog nooit iets hebben zien eten. Zij hebben me alleen maar, zeg maar, repen zien eten. En elke keer denk ik, wanneer komt de vraag? Van, juf, je zit alleen maar een mars te eten of zo. Want zo ziet het eruit. Ik vind het altijd een heel raar voelen dat ik dat loop te eten. Maar ik weet dat kinderen vorig jaar vonden het altijd zo grappig wat ik allemaal meenam. Met kikkererwten en zo. Dus dit is de lunch of zo. Kijk, nu heb ik alweer de zin erin gevonden. Dit is dat voor de dag erna. Maar eigenlijk is het net alsof ik een omelet mee heb.
Maar dan doe je ei en champignons of zo. Nu heb je ei en banaan. Banaan is wel iets meer calorieën. Dan hadden we appels uit de tuin van George. Dus dan ga ik een zo klein. Maar ik heb ook kiwis gekocht. Waar liggen die? Ja, ja. Nu heb ik er wel weer zin in. Maar ja, wat zielig is dus dat ik dat dan best wel lang volhoud en dat ik daarna dan weer dik word. Ik weet wel dat fruit is niet goed bij koolhydraatarmen. Eigenlijk mag je maar één stuk per dag. En als ik dan ook dit ga drinken, is dat dus heel slecht. Nou, dan ga ik maar geen sap drinken. Dat is dan maar voor Ruben. Dan doe ik er ook wat worteltjes bij. Of zo. Maar ja, als ik dus een zak wortels koop, neem ik dus de hele zak mee naar mijn werk. En dan eet ik dus een hele zak wortels op. Oké, er hadden dus wel mensen gewoond in mijn appel. Of dieren bedoel ik. In de eerste die ik wilde ook al. Toen dacht ik, gadverdamme. Maar dat hoort blijkbaar. Als het uit de tuin komt. En ik doe ook niet moeilijk dat de wortel tegen het kiwi aan ligt. En de kaneel ook overal opkomt. Oké. Ik deel dat even allemaal laten weten of je het leuk vindt. Ik denk het wel. Oh. Met Journey, als ik weer aan iets nieuws begin, deel ik het altijd. Dit had ik even gebruikt als snijplank, want dat scheelt weer alvast. Dus, oké. En wat ik wel dus tegenwoordig altijd doe is na werktijd een kuppensoepje drinken. En ik weet dat kuppensoep best wel slecht is als je veel zout en zo. Maar het is niet veel calorieën en ook geen koolhydraten, denk ik. Want dat, als leerkracht ben je gewoon altijd zo kapot aan het eind van de dag. Dat is heel herkenbaar. Elke leerkracht zegt dat hij dat heeft. En dan is het zo'n opkikker. Maar ja, nu heb ik dus dit. Er zit genoeg voedsel. Nou, als ik ook met repen het kon doen. Wat zou ik hier nou nog aan toe kunnen voegen of weg moeten laten? Oké, jongens, ik was nog even een beetje aan het verdiepen in koolhydraatarm. Eigenlijk is dat het enige dieet wat ik nooit gedaan heb, terwijl ik weet dat het zou gaan werken. Want ik hou heel erg van koolhydraten en ik weet zeker dat ik daar dik van word. Dus het enige wat ik nooit geprobeerd heb, omdat het me zo moeilijk lijkt. En ik heb net keto-video's gekregen en zo, dan denk ik dat is echt gestoord hoe weinig die mensen eten. Maar koolhydraatarm is wel een goeie. Dan kun je wel, het enige jammer is dat heel veel mensen dan veel vlees eten. Wat ik al zei. Volgens mij zei ik dat al in de auto. Maar mag je zo gewoon vetten, weet je. Dus ook gewoon kaas en mayonaise en zo. Maar dat doet me allemaal niet zoveel. Goed. Ik ga naar bed. Bedankt voor het kijken naar deze weekvlog. Ik zou het leuk vinden als je een duimpje omhoog deed. Ook jij daar, die nooit een duimpje omhoog deed. Als je het leuk vond, bedankt voor het kijken. En ik zie jullie volgende week weer.